En welkom bij Filosofie. Dit is alweer de vierde videoles en deze keer over de primaire tekst van Aristoteles. Een primaire tekst is een tekst die door een filosoof zelf geschreven is, in dit geval dus Aristoteles. De tekst die we gaan lezen komt uit zijn Ethica Nicomachea. In ons boek is het afgedrukt op bladzijde 357 tot en met 365. Als je die nog niet hebt gelezen, dan raad ik je aan om dat alvast te gaan doen voordat je deze les gaat kijken. Oké. Deze les is iets anders dan andere videolessen. We gaan deze les delen van de tekst als het ware samenlezen. We projecteren een deel van de tekst op het scherm, zodat je mee kunt lezen. Maar daarnaast plaatsen we ook de tekst in een wat bredere context van de deugdethiek. En daar gaan we mee beginnen. De eindtem die hoort bij deze tekst is eindtem 11. Dat is een vrij lange. Eindtem 11, je ziet hem hier geprojecteerd. Het gaat hier dus om arete, dus deugd of voortreffelijkheid. En hier in deze videoles gaan we die voornamelijk vertalen met de term voortreffelijkheid, omdat het ook zo is vertaald in de primaire tekst. Je moet laten zien dat volgens Aristoteles de voortreffelijkheid een karakterhouding is. Die houding is gericht op het juiste midden en is een kwestie van herhaald gedrag, niet van simpelweg eenmalig voortreffelijk handelen. En als laatste moeten we ook kunnen inzien dat er veel manieren zijn om slecht te handelen, maar slechts één manier per situatie dan dus om goed te handelen. Nu, dit zou je allemaal al bekend moeten voorkomen, want het grootste deel hiervan heb je al gehad in je eerdere filosofiecarrière. Als je met behulp van de vorige eindtermen, waar het eigenlijk ook een herhaling van is, en met behulp van die stof uit VWO 4 en 5, als je daarmee al en met de tekst van Aristoteles eindtem 11 kunt beantwoorden, voel je dan vrij om deze videoles te skippen. Maar we raden natuurlijk aan om dat niet te doen. Maar laten we teruggaan naar wat we al weten. Ja? Wat is voortreffelijkheid ook alweer? In het eerste deel van de tekst gaat Aristoteles in op het goede en op de aard van de mens. Hè? Boek 1, 5, de aard van het goede. De aard van het goede. En het goede ligt in de eigen taken van een mens. Puntje 6. Oké. Het hoogste goed, al dus Aristoteles in die paar paragrafen, het hoogste goed is het einddoel, datgene wat altijd om zichzelf wordt gekozen en nooit omwille van iets anders. En dat is geluk, al dus Aristoteles. Dat is het doel van ons handelen. En Aristoteles schrijft op bladzijde 357 onderaan en verder. Nu noemen we wat om zichzelf wordt nagestreefd meer voorkomen dan wat omwille van iets anders wordt nagestreefd. Lijkt me logisch. En wat nooit omwille van iets anders wordt gekozen, noemen we meer voorkomen, meer volmaakt, meer perfect, dan wat nu eens om zichzelf en dan weer omwille van dat eerste wordt gekozen. Oké, lijkt me ook wel vrij logisch. Bij gevolg noemen we datgene wat altijd om zichzelf en nooit omwille van iets anders wordt gekozen, volkomen zonder meer. Volledig perfect. Ja, dus iets dat om zichzelf wordt gekozen, dat iets dat als doel op zich geldt, is natuurlijk meer volkomen dan iets wat soms als middel en soms als doel geldt. Dat is eigenlijk wat hier staat. Van dien aard blijkt nu bovenal het geluk te zijn. Dat kiezen we altijd omwille van zichzelf en nooit omwille van iets anders. Aanzien daarentegen, genot, inzicht en elke vorm van voortreffelijkheid, kiezen we weliswaar ook om zichzelf, ook als ze verder geen enkel voordeel zouden opleveren, zouden we ze toch elk afzonderlijk kiezen, maar we kiezen ze ook omwille van het geluk. In de overtuiging namelijk dat ze ons gelukkig zullen maken. Maar geen mens kiest het geluk omwille van de genoemde dingen, nog om wat voor iets anders dan ook. Dus geluk is het ultieme einddoel. Aldus Aristoteles. Maar wat houdt dat dan in precies, dat geluk? Waaruit bestaat dan het goede? Nou, het goede ligt in de taak van een mens. Dat staat ook in paragraaf 6, het goede ligt in de eigen taak van de mens. Wat is dan die eigen taak van de mens? Wat is dan precies specifiek aan de mens? Nou, dan gaan we dus naar bladzijde 359, ergens in het midden. Wat kan die taak dan wel zijn, zegt Aristoteles. Dus de specifieke taak van de mens, datgene waar we dus naar moeten streven. Het leven blijkbaar niet, want dat komt zelfs aan planten toe. Planten, zoals we allemaal weten, zijn heel minderwaardig. Terwijl wij nu juist op zoek moeten gaan naar wat specifiek is voor de mens. Wij moeten de vitale functies van voeding en groei, die plantenfuncties, het levensfuncties, dus uitsluiten. Daarop volgt een niveau van leven dat gekenmerkt wordt door zintuiglijke waarneming. Ook dat lijkt de mens gemeen te hebben met een paard, een rund en alle andere dieren. Wat er dus overblijft
is een leven dat men actief kan noemen. Het leven van het rationele deel van de ziel. In het rationele deel van de ziel kan men een onderscheid maken tussen het element dat aan de reden gehoorzaamt en het element dat de reden bezit en de denkfunctie uitoefent. En omdat ook dit leven op twee manieren verstaan kan worden, moeten we het hier in de zin van activiteit nemen. Dit geldt als de meest toepasselijke betekenis. Nou, dan gaat hij daarna verder over wat dan precies de functie is van de mens, waar dat denken uit bestaat. En dan stelt hij eigenlijk dat de eigen functie van een mens dan bestaat uit een activiteit van de ziel, die zich volgens de reden, of althans niet zonder haar, voltrekt. Ja, dus dat is wat de mens zou moeten doen. Handelen volgens de reden. Een voortreffelijk leven is dus dan eigenlijk altijd een leven volgens de reden. Voortreffelijkheid is volgens de eindterm het resultaat van herhaald gedrag, niet van het simpelweg handelen op een rechtvaardige manier, op een voortreffelijke manier. Nou, om dat aan te tonen geeft Aristoteles een tegenwerping. Nou, hij probeert op bladzijde 360 aan te tonen, een tegenwerping te maken, dat rechtvaardig handelen misschien ook rechtvaardig zijn is. Dus als je rechtvaardig handelt, dan ben je toch ook rechtvaardig. Dat is de tegenwerping. Is het gedrag niet gewoon hetzelfde als de houding? Nee, zegt Aristoteles, je kunt rechtvaardig handelen en alsnog een onrechtvaardig persoon zijn. Dus misschien geef je een dakloze iemand geld om indruk te maken op je vriendin. Dat is alsnog een hele zelfzuchtige reden. Maar je doet wel iets goeds. Ben je dan een goed persoon? Nee, zegt Aristoteles. Je bent pas een goed persoon, zegt hij, als je de juiste houding hebt. En Aristoteles onderscheidt dan drie kenmerken van de juiste houding. Ten eerste, je moet weten wat je doet. En je moet er dus bewust van zijn. Want als je niet weet wat je doet, dan zit er dus ook geen intentie achter. En dan kun je dus ook niet een rechtvaardig persoon genoemd worden. Ten tweede moet je bewust kiezen voor wat je doet. En dus de handeling kiezen omwille van die handeling. Dan krijgen we die weer. Dus niet omdat je indruk wilt maken, maar gewoon omdat de handeling die je doet zelf goed is. En als laatste moet je handelen vanuit een vaste en onveranderlijke innerlijke houding. Je principes dus eigenlijk dus. Je handelt rechtvaardig omdat je erin gelooft dat rechtvaardig handelen nu eenmaal goed is. We zagen het ook al in eindterm 9. Je handelt in overeenstemming met de wet, omdat de principes die zitten achter die wet ook jouw principes zijn. Het komt er dus op neer dat een voortreffelijke handeling op zichzelf genomen niet genoeg is om voortreffelijk te zijn. Aristoteles zegt dan ook op bladzijde 361... Een mens is evenwel, bovenaan 361, een mens is evenwel niet rechtvaardig en matig als hij alleen maar die daden verricht, dus die rechtvaardige handelingen, maar pas als hij ze ook op die manier verricht waarop rechtvaardige en matige mensen dat doen. Dat moet je regelmatig doen. Herhaald gedrag dus. Dat moet een gewoonte worden. Voortreffelijkheid is dus een kwestie van herhaald gedrag, maar Aristoteles stelt ook dat voortreffelijkheid een karakterhouding is. Hoe zit dat dan? Nou, Aristoteles onderscheidt drie soorten, wat hij noemt dan psychische verschijnselen. Een verschijnsel als een soort van fenomeen, psychische fenomenen, dingen die zich in je hoofd afspelen dus. Dat zijn emoties, vermogens en houdingen. Voortreffelijkheid is een psychisch fenomeen, een iets in je hoofd. Dus iets dat zich binnen jou bevindt. Hè? Dus het moet wel een van deze drie zijn. Welke is het dan? Nou, allereerst emoties. Onder emoties verstaat Aristoteles, dat noemt hij dan begeerte, woede, angst, durf, afgunst, vreugde, liefde, haat, verlangen, wedijver, medelijden. Kortom, zo zegt hij op bladzijde 361, alle gewaarwordingen die gepaard gaan met genot of pijn. Vervolgens dan, ook op bladzijde 361, even kwijt, dan gaan we dus over naar vermogens. En vermogens zijn de verschijnselen waardoor men kan zeggen dat wij die emoties kunnen ervaren. Bijvoorbeeld wat ons in staat stelt woede, pijn of medelijden te voelen. Dus iemand met een bepaalde hersenbeschadiging bijvoorbeeld kan geen medelijden meer voelen. Die mist dus dat vermogen. Het vermogen is dus door die hersenbeschadiging uitgeschakeld. Of we kunnen zeggen dat er iets mis is in seriemoordenaars bijvoorbeeld, waardoor ze de emoties niet kunnen voelen. Ook zij hebben dat vermogen niet. Dus het vermogen maakt het mogelijk dat je die emoties voelt. Maar het is zelf ook nog geen voortreffelijkheid, gaan we zo zien. Een houding als laatste is datgene, daaronder versta ik de verschijnselen waardoor wij ons goed of slecht tot die emoties
verhouden. Ja, het gaat dus meestal om onze houding ten opzichte van die emoties. Ben ik het ermee eens dat ik me boos voel? Het gaat dus meestal om een bewuste keuze. Het is als het ware een bewuste reflectie op en sturing van die emoties. Nou, Aristoteles laat zien dat de voortreffelijkheid zelf geen emotie is. De emotie overkomt je. Ja? Ze is passief en daarom worden de emoties dan ook wel passies genoemd. Maar iets dat je overkomt, hè, iets dat passief is, daar kun je niks aan doen. Je kunt je er dus ook niet voor verantwoordelijk voelen of je kunt er niet verantwoordelijk voor worden gehouden voor jouw emoties. Ik ben niet slecht bezig als ik woede voel. Ik voel dat nu eenmaal. Ik ben pas slecht bezig, als ik verkeerd handel naar aanleiding van die woede. Maar dat is niet de woede zelf. Dus dat handelen is een bewuste keuze en niet een emotie. Nou, voortreffelijkheid is daarnaast ook geen vermogen, aldus Aristoteles. Een vermogen is simpelweg dat je in staat bent om emoties te voelen. Maar de meeste mensen zijn in staat om emoties te voelen. Dat maakt het nog niet voortreffelijk. Pas wat je ermee doet is voortreffelijk, of niet. Daarnaast is het vermogen om emoties te voelen ook dus geen bewuste keuze, terwijl voortreffelijkheid wel degelijk altijd in ieder geval is gebaseerd op een bewuste keuze. Dus voortreffelijkheid is ook geen vermogen. En dus, zo concludeert Aristoteles op bladzijde 362, net boven die nieuwe paragraaf, als voortreffelijkheden dus geen emoties of vermogens zijn, blijft als enige mogelijkheid over, zegt hij heel logisch, dat ze innerlijke houdingen zijn. Daarmee is gezegd tot welke soort de voortreffelijkheid behoort. Klaar. Maar als voortreffelijkheid een karakterhouding is, wat voor soort karakterhouding is ze dan? Nou, Aristoteles stelt dat voortreffelijkheid van de mens bestaat in, op bladzijde 363, in een toestand die de mens goed maakt en die hem zijn eigen functie goed doet uitvoeren. Voor Aristoteles betekent dat niet te veel en niet te weinig. Immers, zo zegt hij, als je iets goed hebt gedaan, dan zeggen we vaak dat we er niets aan toe of aan af kunnen doen. Je hebt een goed essay geschreven. Het essay bevat niet te veel informatie en ook niet te weinig. Je hebt een goede taart gebakken. De taart is prima gelukt. Er is niet te veel suiker en niet te weinig suiker. Niet te zoet en niet zoet. Precies, goed dus. Het goede houdt dus het juiste midden tussen een te veel en een te weinig. Toen je in VWO 4 of 5, of wanneer je de deugdethiek ook hebt behandeld, toen je de deugdethiek toen besprak in de les, kwam dit ongetwijfeld ook aan bod. Dus we gaan hier niet al te veel meer op in, we gaan niet al te veel herhalen, maar in ieder geval ligt de deugd of de voortreffelijkheid in het midden tussen twee extremen. Zo ook de deugd dus moed, die houdt het midden tussen lafheid en overmoed. Ja? Maar dit is nooit het exacte midden, aldus Aristoteles. Niet het rekenkundige midden, zoals hij dat in deze tekst noemt. Het is wat precies het juiste midden is, de gulden middenweg, dat is afhankelijk van de persoon. Als jij heel laf bent ingesteld van nature, ja, dan is het al voor jou heel moedig om even je bed uit te komen en naar de supermarkt te gaan, bijvoorbeeld. We hebben gezegd, voortreffelijkheid is een karakterhouding. En heeft dus te maken met de manier waarop je je dus verhoudt tot je emoties. Als voortreffelijkheid vervolgens inderdaad gericht is op het juiste midden, dan is er dus een voor jou juiste manier om met je emoties om te gaan. Te veel emotie is verkeerd, te weinig emotie is verkeerd. Je kunt helemaal flippen als je een onvoldoende hebt gehaald, en dat is verkeerd. En je kunt ook het naast je neerleggen of je woede opkroppen ofzo, en ook dat is verkeerd. Je kunt het, een beetje woede is prima, aldus Aristoteles. Dat is het juiste midden voor jou dan. Dat motiveert je om te verbeteren en om uitleg te halen bij je docent. Nou, zoals Aristoteles zegt op bladzijde 363 en 364, helemaal onderaan, laatst het in deze gevoelens op het juiste ogenblik ervaren, om de juiste dingen, tegenover de juiste personen, met de juiste bedoeling en op de juiste manier, dat is tegelijkertijd het midden en het beste, dat is precies wat voortreffelijkheid kenmerkt. Zie daar. Het juiste midden. Nu, de Eindhem stelt eveneens dat voortreffelijkheid of goed handelen niet heel makkelijk is. Zie het voortreffelijk handelen maar als een soort van vaardigheid. Je moet het telkens oefenen om er goed in te worden en er goed in te blijven. Je kunt dus op meerdere manieren fout handelen als het ware. En maar op één manier goed. Ook dat is wat de Eindhem zegt. Vergelijk het maar een beetje met boogschieten. Zoals Aristoteles zegt op bladzijde 364... Het doel missen is makkelijk, maar het treffen is moeilijk.
Nou, Rob laat precies zien wat Arie daar nou eigenlijk mee bedoelt. Aristoteles zegt dat je maar op één manier goed kan zijn en op meerdere manieren fout. Ik vergelijk het een beetje met balanceren. Daar is ook maar één goede manier voor, toch? Ik weet niet. Zullen we het uitproberen? Nou, volgens mij is er inderdaad maar één manier om goed te balanceren. Auw. Misschien zal dat van Aristoteles dan ook wel waar zijn. Nou, als het goed is, weet je nu waarom arete, de deugd of de voortreffelijkheid, een karakterhouding is. Je kunt met Aristoteles een onderscheid maken tussen een houding, een emotie en een vermogen. Je kunt ook uitleggen waarom het goede handelen is gericht op het midden. En uitleggen waarom je maar op één manier goed en op meerdere manieren slecht kunt handelen. Nou, tot slot kun je uitleggen waarom goede handelingen niet alleen leiden tot niet leiden tot voortreffelijkheid. Je moet het blijven oefenen, het moet een gewoonte worden, je moet rechtvaardig handelen. Het heeft te maken met dus meerdere, met de vorm van een goede gewoonte. Dus zoals Aristoteles zegt, handelen zoals rationele, redelijke, rechtvaardige mensen handelen. Ja. Lees de primaire tekst nog een keertje door. Hè? Mocht je hem eerst niet snappen, dan nu hopelijk wel. De volgende video's gaan we in op hoofdstuk 3. En onze volgende contrastbron, de christelijke kijk op het goede leven. Okay. Nou, misschien handig als je dat alvast even doorleest. Lijkt me inderdaad super handig. Oké, dat was de tekst van Aristoteles. We zien je de volgende keer. Eus, doei!